Met Imitation of Life. Hallo allemaal, welkom bij aflevering 8 van Quarantine Vibes. Mijn naam is Willem Kloet uit Hollywood Sluis. Just an average guy, die iedereen een hart onder de riem wil steken in deze bijzondere tijden. Vandaag gaan we luisteren naar old school trash metal songs. We hebben ook nieuwe vaste rubrieken, zoals de uit je plaat, uitgaanstips voor de thuisblijvers en Metal by Candlelight, waarvoor we radiopresentator Jan van Veen hebben weten te strikken. Hoe vet is dat? Oké, maar nu eerst Sepultura.
inner self.
Dat was Sepultura met Inner Self. Nou, deze band die brak met het album Arise pas echt door uit de underground. En daarna zorgden de albums Chaos AD en Roots ervoor dat ze echt als superband werden gezien. En dat is best bijzonder voor een band uit Brazilië. Nou, mijn favoriete album van de Broers Cavalera, dat is echt de Beneath the Remains uit 1989. Omdat daar alleen maar knallers op staan. Het is verzoekjes tijd. Mijn maatje Tom die vraagt de volgende platen aan. Gewoon omdat het een mega vet nummer is. En de titel die is ook enigszins toepasselijk voor de hele situatie waar we nu met z'n allen in zitten. Tom, deze is voor jou bro. Cyclone Temple en Why. Thank you.
living picture, the fatal portrait of what you come to expect. Each time I squeeze the trigger, the pain turns to tides. Put the gun to my own head, now I do most. Die, die, die to be me. Why, smother the reality. Scream, scream, someone listen to me. Scream, scream, pay attention to me. 18 years of blood and silence, and Maria's cry. Why did he snap? Why did he kill? He was on the perfect child. If you lie to me, then tell me how to live. Shelter me from reality. Didn't anyone care how I fell? By the clock on the evening news, chuckles on the ghost of hate. Now I head for the death and now you're there. Why can't I be me? Why? Smother the reality. Scream, scream. Someone listen to me. Scream, scream. Pay attention to me. Dat was Y van Cyclone Temple. Super vet nummer. Hij was speciaal voor Tom. Tom is ook oprichter en gitarist van de Nederlandse death metal band Phlebotomized. En die gaan we ook zeker weten een keer voorbij horen komen in deze podcastserie. En wel bij de themaaflevering Friends with Bands. Dat belooft een mega vette aflevering te worden. Dus houd het in de gaten. Oké, het is nu tijd voor de Uit je plaat. Die is vandaag van de band Exodus, Toxic Wall. We'll be right back.
uit je plaatplaat van vandaag. Het was Exodus met Toxic Waltz. Wat een heerlijk nummer is dat toch. Van het album Fabulous Disaster uit 1989. Nou, de volgende nieuwe rubriek, daar ben ik best een beetje trots op. We hebben namelijk de bekende radiopresentator Jan van Veen weten te strikken. Voor onze nieuwe rubriek Metal by Candlelight. Take it away, Jan. Besmettelijk. Zeg me waarom. Waarom ik niet de enige ben die hier wacht om weg te rotten. Pijnlijk? Ja, ik weet het. Toen ik moest gaan en aan mijn stekker trok, leek het of ik hem er niet uit kreeg. Ik trok aan alle kabels. Je idealen vervagen en veranderen. Als je niets meer te verliezen hebt. We'll be right back.
Overkill, Elimination, van het album The Years of Decay. En dat was een van mijn allereerste cd's. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat je gewoon met je vrienden kon afspreken om een avondje te kaarten of lekker een avondje te gaan stappen en lekker de kroeg in kon gaan. Nou, vanochtend liep ik langs een weiland en daar zag ik een lammetje heel vrolijk ronddartelen in de wei. En eerlijk gezegd moet ik toegeven dat ik daar best wel een beetje emotioneel van werd. Want ik zou best wel weer een keertje buiten de deur lekker lam willen zijn. Een schaap over de wall is volgende en meer. Dat was Testament met het geweldige Over the Wall. Nou, we zijn beland bij de uitgaanstip voor thuisblijvers. Ik had eigenlijk nog Battery van Metallica willen draaien, maar ik zie dat we al over het half uur zijn. Dus ik hou het voor gezien deze podcast. De uitgaanstip voor de thuisblijvers, want het is weer weekend. Tijd om leuke dingen te doen. Nou, zet vanavond allemaal in je huis, in elke kamer, 2 biertjes.
en ga lekker op kroegentocht. Nou, ik hoop dat jullie je battery in het weekend op kunnen laden. Ik wens iedereen een goed weekend. Hartelijk dank aan Jan van Veen voor je bijdrage. Disclaimer, alles wat je in deze podcast hebt gehoord is absolute onzin. Stay home, stay safe, smoke weed and listen to music. Later. Thank you.